En wordt geboekt door Mexicaanse drugskartels. Waar die gewoon in lege clubs staat te draaien omdat de drugsbaas hem wil hebben, weet je wel. Kom allemaal bij de Roxy. Bye! In het 25e levensjaar van Dance in Nederland is het hoog tijd even stil te staan bij deze mijlpaal. Natuurlijk doen we dat op een feestje hier en daar, maar het gaat beter met een boek. Mark van Bergen, schrijver van het mooie overzichtswerk Dutch Dance, zegt hierover. Het is een publieksboek waarin mensen zichzelf kunnen herkennen. Het is naast een verhaal over 25 jaar dance, het jubileum, is het ook een vraag, een onderzoek naar de vraag waarom Nederland in deze wereld zo ontzettend goed is geworden. Het is een verhaal met professionals, over professionals, maar het gaat ook om die mensen op de dansvloer. Daar draait het allemaal om. Het gaat om de magie op de dansvloer. Het verhaal van de professionals is super belangrijk. Zij hebben de scene gemaakt tot wat hij is, maar dat had nooit gekund zonder dat publiek. En de middelen heb je tegenwoordig via social media en websites om die verhalen aan te boren. En dat is best wel aardig gelukt. Mensen kwamen op een gegeven moment gewoon en masse met verhalen en anekdotes en tips. En wat mij zoal bijgebleven is bijvoorbeeld het verhaal van Jean. DJ Jean, een van de eerste DJ's die ook echt wereldwijd gaat. En die uitlegt hoe die uit Nederland wordt geplukt. En in Australische shopping malls wordt neergezet als een soort van trofee. En in Mexico in één keer verschijnt en wordt geboekt door Mexicaanse drugskartels. Waar die gewoon in lege clubs staat te draaien omdat de drugsbaas hem wil hebben, weet je wel. Aan dit boek zit ook een feest gekoppeld. Ja, een aantal van mijn oude helden, maar ook de helden van toen en nu. Mensen die nog steeds goed meedraaien, heb ik verzameld. En die komen 5 oktober draaien op Flash Forward. Het beste uit 25 jaar dance. Echt helemaal in de geest van het boek. Dus tof, geweldig.